Yes, dames en heren. Welkom bij Deze Vistie. Het is weer zover, jongens. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Karpen Vissend door Nederland. Aflevering 8 of 7 of zo? Aflevering 8. Het is ongelooflijk. Ditmaal gaan we naar Zeeland, jongens. Het is ongelooflijk. Ja. Komen we niet vaak, hè? Daar komen we zeker niet vaak. Veel zoutwater, maar daar gaan we niet naartoe. We gaan eens op zoek naar een mooi zoetwaterputje. Ja. En maar eerst gaan we proberen twee tenten die mega groot zijn hier nog bij te doen. Mooi. De auto zit er aardig voor, zoals je kan zien. Hij zit helemaal vol. Ja, we worden lachen. We moeten er maar eindje rijden ook. Je wordt niet lachen. Hoe laat is het? 7 uur? Het is 7 uur en we moeten zeker nog een uurtje rijden. Nou. Shit, even snel doorrijden met de klep open. We hebben hier een hele carnavalsoptocht met wachtende auto's. Die keer rijdt ook gewoon helemaal de straat uit, hè, met de open de klep. Even die. Ja. We hebben langs al 4 kilometer. Maar kijk eens. Geen zit er lekker hier, zeg. We hebben nog nooit zo weinig ruimte gehad. Oh. We hebben nog nooit zo weinig ruimte gehad. Kijk, het deurtje gaat dicht. Zo. Gassen, jongen. Ik weet niet. Zo jongens, het is ongelooflijk. Het was een helse tocht. Wie hebben we daar? Oh, jij hebt wel lekker gezeten. Ja, denk. God, ik heb een rugpijn. Gewoon een uur in de auto gezeten. Wacht, pak jij de autosleutel, dan doen we die op slot. En dan gaan we eens even bij het water kijken. Ik zal maar eens even op. Jouw deur moet ook nog dicht. Okay. Het ziet er op zich. Het lijkt wel alsof we in Frankrijk zijn. Het is echt een middel op nul. We kwamen echt weer over wegen aan. Dat ik dacht van, komt er een zoet water aan? Pik, we hebben 40 minuten zonder snelweg gereden. Maar we zijn er. Nou jongens, een hartstikke mooi water, maar je mag hier niet nat vissen en je mag hier ook niet met de tent op de stress staan. Dus we hebben net met een paar locals gepraat. Die zeggen ja, het is hier lastig, veel controle en je moet lid zijn van een speciale visvereniging. Maar ze hebben ons ook een ander water gegeven, midden in het centrum, ergens in Zeeland. En we gaan daar even een kijkje nemen. Daar mag je tenminste wel nog vissen. Je mag er nog vissen met een normale vergunning. Ja, het is een soort gat. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, dan staat de knaller, Daan. Hoppa, ja, daar staat de knaller. En hier staat de auto van de local die we net gesproken hebben. Ja, dus wij mogen eigenlijk niet klagen. Daar gaat ik dus in met onze vispunten. Ja, wij mogen niet klagen. Abnormaal, maar we gaan nu door naar het volgende water. Het is, alweer een avontuurtje. Het is alweer half negen 's avonds. En we gaan door. Zo, stek nummer 2. Midden in de grote stad in Zeeland. En? Ja, ik ken hier niet vissen. Ja, dat ken ik wel, maar ja, kijk die kanten. Ja, de kanten zijn veel te hoog. Ik en die scheppen. Niet willen helemaal niks. We gaan naar een andere plek hier. Maar wel hetzelfde water. Ziet er wel mooi uit zo. Yes, daar staan we dan. Eindelijk de derde stek waar we nu zijn. Het is wel mooi. Het ziet er hier wel fucking mooi uit. Ik zeg je eerlijk. Een heel krachtig stelsel om de stad heen. En eindelijk een keertje een kantje. Waar je wel kan scheppen, waar je wel de hemmers kwijt kan. Het is hier toch wel mooi. We gaan midden in de stad, hé. Midden in het stadje. Joh, we dachten Zeeland is een al boerenland, maar niks blijkt minder waar. We trekken toch weer naar de bewoonde wereld. Bij Westland. Zo, je zit hier wel lekker hoor. Het is ook lekker rustig hier. Wel mooie bruggetjes. Ja, lekker tegen die brug aan de overkant. Lekker. En laser is lekker. En? Ja, we hebben even gekeken jongens. De visplanner app en we ploep, mogen er vissen. Dus dat is helemaal goud, gewoon met de vispas. Lekker zo. Vangen. En het is ondertussen al 9:30, dus we hebben een beetje haast. Even opschieten, Lekker. Zo, de grote verhuizingsoperatie is eindelijk ten einde. En ja, wat een stek. Van een paar lokale vissers hebben we deze, zijn we hier achter deze stek. Zoals ik al zei, een soort grachtengordel om heel de stad heen. En het loopt zo nog wel een paar kilometer door. Dan heb je ook een lekker bankje achter de stek. En Chitten die is even de auto terugzetten nou. Het was maar een klein stukje lopen, dat scheelde. Het is 9:30 avonds, we hebben nog een uurtje daglicht. We moeten nog alles doen, onderlijnen knopen, eten, alles opbouwen. Maar goed, we zijn Deze Vistie, dat kunnen wij wel. En blijf lekker zitten, doe dat blauwe duimpje omhoog. Pak wat te eten, te drinken. Gaan we voor jullie even een paar lekker karpers vangen. Tot zo. Nou, daar ben je mooi. De strijder.
Aan de overkant hebben we toch een beetje concurrentie. Een lokale Zeeuwse vissen, maar die gaat inpakken. Hij zou zaken komen met de spullen. Hij denkt, nou. Inpakken en wegwezen. Hé, hey, we zijn er, hè? Ja. Oké, nou gaan we ons de wielen weer even opbouwen. Precies. Oké, dames en heren, voordat we de hengels gaan klaarmaken, gaan we eerst even het voertje klaarmaken. We hebben nog een klein beetje daglicht. We kennen namelijk nou filmen, dus ik ga het jullie even uitleggen. We beginnen ons voertje, waar we samen mee gaan vissen, want we hadden weinig ruimte in de auto. Met de Scopus Boilies. Dit is de 20 mm van tijgenotenkoop.nl. Het is ongeveer een kwart zakje, dat zal het zijn, een kilootje, 800 gram, ik weet het niet. Die gaan we combineren met de Kill Garlic. Ah, het zit helemaal onder tijgenotenslijm. Helemaal arm en handen zitten onder. Kijk, hoppa, handige zakken. Met nog een druk- en treksluiting, hoe je dat noemt. Hersluitbaar, ja. Hersluitbaar, ideaal. Dan gaan we hier niet te veel van mij doen. Kwart zakje ook. Ah, kijk. Zo, die stinkt. Ja, die stinken lekker. Het is garlic trouwens. Kreel garlic. Nou, dan hebben we hier de mix van de Scopex en de garlic bodies. Dan heb ik hier mijn vriezer, die heb ik laatst volgestopt. Zelf tijgenoten gekookt, klaargemaakt. Nou, elke keer als we gaan vissen, kan ik even 2 kilo meenemen. Die hele 2 kilo. Nog wel een beetje bevroren, maar kijk eens. Hoppa, komt goed van elkaar af. Geven we dat erbij. Ik heb wel een schepje liggen hier, maar is niet meer nodig. Ik zit al helemaal onder. Heb ik hier nog de Liquid Booster. Scopex smaak. Spijt op mij. Hoppa, lekker, lekker straaltje. Moet je even 1 seconde wachten. Ah, ben ik weer. Dan hebben we hier ook nog kant-en-klare hennepzaden. Die we er doorheen gaan gooien. Kijk, hoppa. Lekker bergje ook. Oude van. En dan ga ik een klein beetje mixen. Zo, als je dit kan ruiken, joh. Ja, die ruikt wel. Kijk, dit is het voertje. Een paar bollen, veel tijgers, klein beetje hennep. En die geur van die Liquid Booster. Niet normaal. Lekker, man. Lekker. Soms de kans was. Yes, lekker voetbal kijken. Ja, ja. En het eerste hengeltje kan erin. Zoals jullie zien, de lampjes staan aan, want het is inmiddels helemaal donker. Ik ga deze hengel vissen met een single Scopex bol. Met daarnaast gewoon ja, denk een bolletje of 10 erbij gevoerd. Klein handje tijgenoten. Niet te veel voer. Die andere ga ik wat meer voeren. En hij kan erin. Ik ben benieuwd. Oké, nou alle hengels liggen in. Behalve de laatste. En die ga ik nog even ingooien. Hier voor het kantje. Klein onderhands worpje. Een paar schepen voer erop. En niet te moeilijk. Klein haakje. Ik heb hem net moeten knopen met de leader. Loodje, alles erbij. Lekker visveilig. En ik gooi hem even om ons in. Hoi. Prachtig. Lekker even neer. Voer het voerbij. Heb ik hier zo het voertje. De bodies met de tijgers en de hennep. Flinke schep. Eén flinke schep. Dat zou ik nu niet overheen doen. Rotsen, rotsen. Nog een klein schepje, zo een beetje verspreid. Hoppa. Oké, dames en heren, het is nu ongeveer 1:15 s'nachts. Ja, het is een beetje stil gebleven. Het is nu aardig rustig aan het worden in de buurt. Donker aan het worden. Het gaat morgenochtend echt fucking hard stormen. Bliksem, regen. Ik kan niet geloven dat het gaat gebeuren. Nee, ja, ik kan het ook niet geloven. Het is nog lekker warm, ik zit met een korte broek. Windstil, helemaal helder, maar het gaat toch echt gebeuren. En we krijgen wel hier en daar wat piepies, maar veel is het nog niet. We gaan, ja, wellicht tenslotte pas 2 uurtjes in. Maar ik heb er wel een goed gevoel bij. We gaan het zien. Gebeuren. En we gaan nou lekker een trucje doen, lekker slapen. En ik zie jullie zo meteen. Yes, kijk eens dames en heren. We zijn van de nul af. Zo voert hij dus eindelijk. Een Zeeuwse karper. Hij ruikt ook anders, hij voelt ook anders. Een Zeeuwse rakketje. Een Zeeuwse rakketje. Je zag een flits op de achtergrond. Hé, daar gaan we hengen weer. Hey. Nou, wat gebeurde nou? Ik had dus een dubbelrun. Chitter lag nog te slapen. 1 vis verspeeld, gelukkig geen lijnbreuk. En deze kleine rakker. Kijk, even een Willem Verspoor. En ja, we hebben foto's geschoten. Het is een kleintje. Ik ben bang dat we toch op een klollentuin zitten. Maar je weet het nooit, we gaan even doorvissen. Hopen dat het wat beter uitkomt. En ik zie de bliksem aankomen in de verte. Gaat helemaal los zo meteen. Zo, dames en heren, kijk eens. Chitter ligt echt in coma. Ik zeg, joh, geef die camera maar. Ik doe het zelf even. Het is echt een karpertje van, wat zal het zijn? Misschien een kilo. Misschien. Ik ben bang dat we echt op de knolletuin zitten. Deze hengel ligt misschien pas, pas 5 minuten in. Hij gaat gelijk weer. Maar ja, bliksem komt eraan. Ik ga hem even onthaken in het water. Zo, daar is ze dan. Echt een kleintje. De kleinste van het jaar, denk ik. Maar ik ga hem even onthaken in het water. Dan mag ik gelijk weer zwemmen. Dan gaan we even snel varen. En dan een lekker bedje. Ja, wel bakken vangen. Jongens, niet normaal. Goedemorgen, jongen. 4:30 's ochtends.
Visje nummer 3. Ja, ik had er toch wel wat meer van verwacht hoor, van het bestand die er zit. Ja, het is weer geen grote jongen. Geen grote jongen. Tot op hele lim kleine schipjes. Het gaat binnen nu en een half uur gaat keihard bliksem en onweer. Ja, je voelt het al hè? Ja, je merkt het in alles. Oh. Zo. Sowieso, grote jongen. Ja, dat is een joekeltje. Maritons, wel je eerste Zoolse karpenpik? Ja, dat is fantastisch. Yes, shit de meester. Nou jongens, jullie zien het kampioen Sjonnetje staat open en het is niet normaal. Wat een joekel! Wat een knoepertje. Wat een knoepertje. Hij zat helemaal vast. Maar ik ga hem snel terugzetten, want het regent. Het is ja, goed weer. Ja, aan de bliksem komt eraan. Ja, oeh. We hebben de storm overleefd, Pik. Zo, dat is hard aan het regenen. Ja, hard aan het bliksem regenen. En eindelijk toch een formaatje van een vis. Hij is best mooi. Ja, ik heb er ook weer eentje aan. Hè. Die ligt maar helemaal liggen op de kant daar. Zo. Maar het is wel weer is een hele kleine boertje. Oké. Okay. Oh, kijk eens even die Ronnie. Hey. Zo, zo, zo. Die zit wel flex. Ronnie de Rietkrapper. Dat was er eentje. Kijk eens, nu is het eruit. Oh, zo, punt gaaf. Puntje gaaf, Ronnie de Rietkrapper. Zo! Niet normaal, we hebben de topvis van het water te pakken. Zo! Kijk, één handje. Zo! Oh, nou daar maak ik nog wel twee handjes. Is hij dan? Even snel. Hé, grote jongen, snel leren. Fotootje hoeft eigenlijk niet eens. We gaan hem lekker terugzetten. Chit heeft toch al wat grote slagje vis gevangen. Die zit even in de sling, over ja, anderhalf uur licht. Ja, daarom. Hij mag zwemmen. Hoi. Kijk. Ja hoor, het is weer niet normaal. We zijn denk ik 10 minuutjes verder. Ja, het is echt bizar. Het vangen lukt wel. Ze worden ook iets groter voor mijn gevoel. Ja, lekker drukke jongen. Ja, dat is altijd wel geleefd. Hij is inderdaad toch wel alweer 4 kilo's voorbij, denk ik daar. Ja, ik zal hem even laten zien. Kijk, even snel. Het is helemaal spastisch. Kijk, helemaal krom. Kijk al, joekoi! Wat een joekoi! Kijk, die Zoolse vissen lusten die Patrick zo. Foto en dan kan je zwemmen. Ons gekhuis, hè. Echt om de 10 minuten blijven helemaal afgaan. Terwijl ik maar meteen helemaal vissen. Kijk, we hebben weer een beetje hetzelfde formaatje. Deze kleine rakker, die mag wel lekker zwemmen. En ja, joh, fotootje, ik vind het wel best, joh. Hoppa, op naar de volgende. Hopelijk een keertje wat groter. Nou, goedemorgen jongens. En dames, je ziet het. Het is alweer licht aan het worden. Ik heb mijn sokken zo maar uitgedaan. Ik ben echt helemaal zeikjes nat geregend. Het is echt losgegaan. Ik heb ongeveer 6 vissen gevangen. Chit, die staat ook weer met een kromme hengel. Ik heb vannacht, afgelopen nacht, heb ik 3 uurtjes slapen. Deze nacht zitten we ook op 2 uur of 3 uur, denk ik. Hij is er af, maar hij zit hier vast voor de kant. Wat is er gebeurd? Ja, ik weet niet, maar het kraakt en het piept. Het is niet goed. Nou, dus ik ben van niks gekomen. Ja, dat klopt. Hij is stand van zaken, hoe vind je het gaan? Ja, wel lekker. Maar... Ja, we vangen wel, maar de gewichten blijven uit. Ik heb geen lood meer en geen lieder. Nou, ik heb ook nog maar één hengel, omdat ik geen lood meer heb. Zo. Huh? Huh? Zit hij nog aan? Ja. Wat de fuck? Kikkergek. Kikkergek. Kikker. Hoi joh. Zo. Kijk hem aan! Hey, Pik, kijk hem blij zijn! Lekker spiegeltje, jongens! Pik naar al die schuppies, af schuppie! Doe maar een ochtenddansje, jongens! De spiegelkoning! Lekker! Ja! He's in the pocket! Amper geslapen, straks naar België moeten, nog een dag vissen. Hij is wel mooi hoor. Hey, hey. Kijken. Kom eens even kijken. Zo. Zo. Zo, hij is fucking mooi. We gaan heel veel wachten. Het is over een half uurtje denk ik wat licht. Ja, zullen we eerst even die andere vis met de foto zetten in de sling? Lekker man. Gewoon mooi vissen. Met die rug in en zo erbij. Kijk eens even. Hey. Hey. Dan komen we gewoon voor naar het mooie Zeeland. Prachtig punt gaan vissen.
kilootje of 7 denk ik. Ja, de grootste tot nu toe. De grootste tot nu toe en we hebben een rijenkarper gevangen. Hè. Het dus moet niet gekker worden. Fantastisch, jongen. We zijn er helemaal blij mee. Ja, fotootje en ik kan zwemmen. Jongens, wat me nou te gebeurt. Kijk, wat een mooie rijenkarper. En dan zit hij hier perfect in het onderlipje. Dat is helemaal goud. Helemaal puntgraaf. Duw hem zo tegen de achterkant zo. Ploep. Ah, geintje. Doe dat zo. Hij is los. Ja, hij is ziek, hè? Hij is echt mooi. Zo, perfect rijden. Prachtig. Doe het voor. Hey. Doe dat even niet. Half 6 ochtends. Nee, nu ben ik die haartjes kwijt. Zit hier vast. Zo, jongens, een hele goede morgen. Hey, zien de rijenkarpen nog in het slingertje zitten. Nou, ja, zijn we staan hier op het kantje. Want we waren toch naar de kloten. Niet normaal hoeveel vissen we achter elkaar bleven vangen. Daniel, ook gisteren 2 uurtjes geslapen, dus we dachten we kunnen wel wat slapen gebruiken. Mooi, ik denk laten we lekker even op de kant staan. Nou, we gaan eens even de vis hier op de foto zetten en dan gaan we... Gaan we de Engels nog verversen? Ja. Ja, dat kan wel eventjes. We hopen dan dat we een visje vangen, zou leuk zijn. En daarna lekker ontbijten. Helemaal super! Good morning! Ja jongens, een hele prachtige morgen, want als je hem zo begint, dan kan het eigenlijk niet meer stuk. Wat een prachtige vis. Perfecte rijen, eigenlijk allebei de kanten. En hier heeft hij nog wat hele mooie grote schubben. Echt een prachtige vis. En, beetje een spitskoppie. Zo worden ze niet meer gemaakt, hè? Nee. Echt een super mooie vis, ik zal even de andere kant laten zien. Ik denk een van de mooiste van water hier. Ja, dat denk ik wel zeker. We hebben toch maar even geflikt in dat gekke Zeeland, hè? Ja, alleen maar een kleine schubpies, ik had het niet meer verwacht, hè? Zo'n vis. Nee, zeker. Hij is niet heel dik, maar hij is wel heel mooi. Hij is echt prachtig. Wat een vis, hè? Ja, daar doe je het eigenlijk voor. Ja, lekker. Gekke Zeeland, we dachten alleen maar knollen, maar als er dan zo'n vis tussendoor komt, is gelijk heel de sessie geslaagd. Ja, toch? 10 runs en dan dit als toetje. Al meer dan 12, zeg ik. 12, gekke huis. Hey. Goedemorgen, het beest is gemaakt. Ja, dat duurde wel even hoor, voordat hij wel kwam. Ja, pik, ik heb 8 of 9 runs gehad verwacht. Ik, echt op een gegeven moment, ik heb mijn hengels allebei te kant gezet. Ik denk, ik ga het lekker even een paar uur staan pakken. Ja, je hebt ook nog 2 vissen gewoon zo onthaakt. Ja, onthaakt in het water, maar die waren zo klein. Ja. Waren niet relevant, hè? Nee. Maar, het is nu weer lekker licht, we zijn weer lekker wakker en fris. Helemaal dus wakker. Gelijk even de hengeltjes weer uitvaren. Ik ga even een nieuw stekje leggen. Weinig voer erbij en open nog even één aan beetje in het licht, zou leuk zijn. Ja, ja. En, is inderdaad weinig voer. Weinig voer, maar dat is ook niet nodig. Hey, dat voertje werkt wel best, hè? Dat voertje gaat als een raket gek. Lekker. Hoeveel runs hebben we denk ik al? Bijna 10 denk ik wel. Meer. Ja. 11 taal zo gehad of zo. Gek huis. Het moet niet gek worden. Hey, die Zeeuwse kapers lusten het wel. Lekker. Hey. Ja, dat is even kijk, top. Je ziet het al een beetje op het water, hè? Het was even droog. We hebben de helft niet meer. Gaat zo meteen toch los? Ja, ik had even fucking regen voor 2 uur. Maar, treur niet, ik heb ruimte gemaakt in de tent. We kunnen wel lekker samen zitten. Treur niet om mij. Lekker dat handje. Lekker. Oei. Zo. Hij gaat er als een raket vandoor. Als een jekko. Zo, bijna ongeluk. In de stroom en de regen gek. Oh, wat is een kut weer. Nee. Ik ga zo in het tentje zitten. Zo, echt sterk. Gaat hij vanuit zijn tent zitten drillen. Hij is sterk. Hij ging hard gek. Hij ging wel lekker. Staat hij weer de man. In de regen. We wouden net gaan ontbijten. Toch wel even goed hè, dat we de hengeltjes hebben gedaan opnieuw. Groot hè? Ja, kleintje. Zo, het wordt toch helemaal mal. Zeik, snel te staat hij hè. Kom eens eruit. Hij gaat wel, hè, lekker. Als een jekko. Zo net die, heb je die voerboot uit water? Nee. Nou, we waren net de andere hebben van Chitta uitvaren. Zo, hij gaat hard naar links. Zo, snel voerbootje. Zo, je bent helemaal door week, pik. Ik ben helemaal saakjes van die knol. Het gaat wel. Het was een Ronnie de Rietkruiper, gek. Ja. Er ja, en die vis zat nog in het net. Ja, nou, we hebben weer 2 vissen in het net liggen. Of in de swing. Ja. Kikken. Daar verderop. Hey, maar hoeveel runs hebben we nou? 13 of 14 of zo? Ja, zoiets gekke huis, jongens. Want mooi. Vind je het nou mooi, doe gewoon een duimpje omhoog. Het zijn niet de reuzen, maar we vangen ze. Waarom? Ja. Kijk, hem eens gaan.
Kom maar toppen. Voor het kantje. Ze zijn niet te stoppen. Het is fantastisch. Is het ja, ik zal het maar doen. Ah, we kennen maar even dit kijken, is toch weer een knol. Ja, dat verwacht ik ook weer. Zo, er schiet, kijk, er schieten echt 4 vissen van je stek weg. Kijk dan, daar nog 2. Zo. Ze zat echt met z'n 10 op die stek, denk ik. Ziek. Oh, je leut is ook helemaal geschoven. Dat is raar, bij jou is het ook zo. Hoe ken je dat? Ja, het komt door die harde runs. Ja, ze geven wel lekker harde runs. Ik ga even het schepnet fixen. Mag jij dat even? Nou jongens, dit was het mooie visje van net. Want ik ga hem gelijk terugzetten, want het schepnet hebben we nodig voor deze man. Die staan we de kromme top, dus ik ga hem snel terugzetten. En dan zien jullie mij zo bij die meneer Tiedink. Het ziekelijk gaat. Mooi beest. Ja toch? Hij zit echt heel diep en goed zout. Het begint weer te regenen, jongens. En we moeten hier nou nog een nacht vissen, hè? We hebben geen andere kleren. We moeten nog 2 andere vissen op de film zetten. Zo, kijk eens, die is vandaag. Nou, zal ik maar even snel laten zien? Ja, kijk, dan ga ik weer zwemmen. Die buik is ziek, joh. Kijk dan, als het hier zo'n tumor heeft, zeg. Of helemaal voor mijn kuit. Ja, dat denk ik. Kijk dan. Nou, wederom geen hele grote. Hij, wat zal die zijn? 6 kilo, zo. Ja, maar goed, we draaien wel. En zelfs overdag in de regen, we zitten hier toch weer, we flikken het weer. Fotootje, mag deze jongen weer zwemmen. Gaan we die andere vis even op de foto zetten. Ontzag. Ik ben hier met de enige echte bakkenvanger, Chitter van de Schee. Jongens, het is weer niet normaal, wat een bak. Heel mijn armen zijn verzuurd. Nee, weer een mooi klein visje. En we gaan hem snel terugzetten. Ze zijn wel dun hier, hè? Ze zijn echt mager hier. Ja, ze moeten dus wat meer eten. Mooi. Ja. Terugzetten die op. En dan wil ik uitvaren? Uitvaren en nog eentje vangen. Yes! Nou jongens, ik kreeg weer een run. En kijk waar het mee eindigt. 2 schubben aan de haak. Ah. Dus ja, waarschijnlijk een vals gehaakt of zo. Wel apart, gewoon met bodemaas. Dan gooi je hem als we 1 keertje in en misschien lukt hij nog af. Ja, en over half uurtje zo opruimen. Juist. Dan moeten we door naar België, weer vissen. Hotsa flotsa. Zo. Ah, hij zat mooi raak, jongens. Hey! Hoi. Ja, flinke karp, hè? Ja. God, ja, die zitten hier, dat weet ik. Ja, de overkant wel eens te zien daar. Er stond iemand bij de 3. Ja. En dan lag hij een beetje half op de kant of zo. Oh. Ja, we hebben er nu al een stuk of 16 of zo, denk ik. Ja? Maar nee, dit is nog wel een kleintje. Zo, deze is wel een beetje spastisch. Hij is echt spastisch, hè? Dat is toch niet normaal? Dus even rustig, joh. Nou, dat gaat hij denk ik niet doen. Maar jongens, mooie visie. Niet zo groot weer. Er zit wel veel vis hier. Ja, er zit hier heel veel vis. Ja, zeker weten. Er komen hier binnenkort denk ik wel meer mensen vissen. Ja, af en toe. Dat weet ik wel zeker. Nou, je ziet af en toe volgens mij zijn buitenlanders of zo. Ja. Die, goed verhaal, maar deze komen weer terug. Hij heeft er echt geen zin in. Oké, daar gaan we. Later pikken, baas. Laat. Tijd om op te ruimen. Yes! Het is toch nog niet afgelopen, jongen. Nee, toch nog niet afgelopen. Tijdens het opruimen loopt hij gelijk weer af, hè? Weet je hoeveel? Ja, ik denk 18 of zo. Nee, dat niet. 15 of zo. Dit was wel weer de 5e run voor mij. Zochtend. Ja. Ik heb 8 runs gehad, hoor. Eentje verspild. Hij ook 7 runs of zo, of 8 runs. Echt alleen maar kleintje. Nou jongens, weer een mooi visje. Zijn wel allemaal mooi puntgaaf. Mooie rugvinnetjes nog, dus dat is hartstikke mooi. We hebben een lekker zonnetje, de regen is gestopt. Eindelijk. We zijn aan het opruimen, dus toch nog leuk. Nummertje, wat zal het zijn? 16 of 15. Ik heb er voor mij 8. Doe ik 8 en even speelde ze. Ja, bizar. Ja, prachtig. En hij kan gaan zwemmen. Hey joh! Hey. Wat een hond! Hoppa, autootje wordt ingepakt. Ja. Vond je de video nou leuk? Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En dan zie je ons volgende week dinsdag om 4:30 weer. Yes, nieuwe plaat volgende maand. Kijk eens, hoppa. Blijven knallen.